We mogen weer de wijde wereld in en dat kan je wel merken, want er is volop bedrijvigheid op de vakantiebeurs. Voor deze aangelegenheid is zelf minister Jubitana overgekomen uit Suriname. Want Suriname heeft na de coronaperiode veel te bieden. We hebben een uniek product te bieden en dat is groen, cultuur, natuur, maar ook zeker culinair. Ja, dus voor degenen die geïnteresseerd zijn in wat rust, genieten van pure zuurstof, genieten van ruimte, genieten van warmte. Je bent altijd welkom in Suriname. Minister Jubitana zelf is van inheemse afkomst. Zijn ouders komen van twee verschillende dorpen. Er mag geen jaloezie ontstaan. Ik kom uit twee dorpen. Kasipora, dat is in het Blakawatra gebied. En Bernadorp, dat is dichter bij Paramaribo. Kasipora, dat is een heel mooie plek, savanna gebied, puur natuur. En op Bernadorp is het toch wel dat je veel meer bereik hebt en meer contact hebt met het Westerse. Het aantal standhouders is minder dan voor de pandemie. Toch zijn er ruim 10 bedrijven uit Suriname hier op de vakantiebeurs. Ze hebben een wervend thema. Suriname, de verborgen schat van Zuid-Amerika. Suriname is rijk aan goud en dat weten we ook. Verder is Suriname zeker een leverancier geweest van katoen, cacao, suiker, koffie. En dat is allemaal in die tijd ook zeker goud waard geweest. Wat hebben we nu? We hebben nu oliefondsen. Iedereen zegt het zwarte goud. Maar wij gaan veel verder. Met 93% regenwoud hebben we het groene goud. Dat is nu waar de wereld om draait. De excuses van Rutte voor het slavernijverleden zijn welkom volgens de minister. En nu moeten ze omgezet worden in daden. Actie na de komma. We hebben een historische band met Nederland. Die historische band heeft niet alleen te maken met het koloniaal verleden. Maar ook moeten we gaan kijken naar hoe kunnen we deze historische band meer gaan omzetten in waardevolle belevenissen en producten die ons meer met elkaar gaan binden. Ook dit jaar vinden bezoekers van de vakantiebeurs Overbridge River Resort op hun pad. Susan Wong vertelt toeristen wat ze kunnen verwachten op het resort aan de Suriname rivier. Overbridge heeft heel veel te bieden aan de toeristen. We hebben namelijk een man-made beach. We zitten aan de rivier, we hebben een restaurant, 20 cabanas of lodges. Volledig airco, heel luxueus. En we hebben ook twee zwembaden. De toeristensector in Suriname heeft een flinke klap gehad van de COVID-pandemie. Ook Overbridge is niet gespaard. Heel veel personeel ben ik kwijtgeraakt, helaas. Het onderhoud lag ook stil. Als je geen personeel hebt, kan je niet onderhouden. Er zijn wel eens incidenten geweest met piranha's. Volgens Wong zijn er sinds 2015 additionele maatregelen getroffen. Wij hebben gelukkig geen last meer ervan gehad sinds 2015. We hebben twee zwembaden waar men veilig kan zwemmen. Het strandgedeelte is ook helemaal afgeschermd en veilig. Maar er zijn ook krokodillen, er zijn ook slangen, er is van alles daar. Dus het enige dat ik kan zeggen is, waar je dan ook gaat in Suriname, wees voorzichtig, want ze zijn er. Hoe dan ook, er is reden genoeg om op vakantie te gaan naar Suriname. Omdat we lekker eten hebben, mooi natuur, cultuur, we hebben veel history en we zijn een carbon negative land. Dat wil zeggen, we hebben heel veel zuurstof, geen vervuiling. Ook dit jaar staat het echtpaar Noordpool Tuinstra op de vakantiebeurs in Utrecht. In tegenstelling tot grote reisorganisaties staan zij bekend om hun op maat gemaakte reizen. Op maat wil zeggen dat iedere toerist, iedere gast die gaat, die bepaalt zijn eigen ritme, bepaalt zijn eigen tempo. Dus zij bepalen of ze in een guesthouse gaan of dat ze in een bepaalde luxe resort gaan of minder luxe resort. Ik had vandaag nog iemand in een rolstoel die zei, is het mogelijk? En ik zeg, ja, met wat aanpassingen is het zelfs mogelijk met een rolstoel ook naar Suriname te gaan. Er bestaan dus bijna geen belemmeringen op met vakantie naar Suriname te gaan. Travel Suriname helpt dan ook verschillende klanten. We hebben reizigers met kinderen, maar we hebben ook een vriendenclub gehad van mannen van 74 tot 84. Maar ook een gemixte groep. Waarvan de jongste, ik geloof, 15 was en de oudste in de 50. Suriname is fantastisch om tot rust te komen voor ouderen, maar ook kinderen en jongeren kunnen naar hartewens vakantie vieren.
actief lopen door de oerwouden, dingen ontdekken. Dat is voor jongeren, die vinden dat fantastisch. Maar ook als ze uit willen gaan, Paramaribo kan je ook uitgaan. Er zijn dieren, er zijn planten, de gidsen leiden kinderen graag rond en vertellen alles. Je kunt aan lianen hangen en je kind is sowieso blij in een bos. Edward en Marijke zijn ook buiten vakantieseizoenen vaak in Suriname. Dat vinden ze belangrijk, want ze willen graag het echte Suriname laten zien. Ons bestaansrecht is dat wij echt aandacht geven aan de klant. En daarom laat ik de toeristen die daar gaan, laat ik dat klant ook kennen. Want ik ben er regelmatig, dus ik kan het echte verhaal vertellen van Suriname. Een vakantie naar Suriname kan niet zonder gezellig en lekker eten. En daar weet Patrick van Patrick's Catering alles van. Ook dit jaar staat hij op de vakantiebeurs en heeft er zin in. Ik voel me in mijn vel, want we mogen weer. Na 2 jaar mag ik weer op de vakantiebeurs staan om niet alleen Suriname, maar die Caribische keuken te presenteren. Surinaams eten is een breed begrip. Wij vertegenwoordigen 5 grote landen in Suriname met hun keukens. Kiezen uit 5 smakelijke keukens uit 1 land is lastig, maar sommige gerechten blijven toch erg populair. Rotti. Oh, lekkere barra's vind ik lekker. Lekkere kip. Bami. Rotti. De populairste is de rotti, maar de lekkerste is de moksalesi. Hij zegt wel, je bent wat je eet. Maar wat is volgens Patrick een Surinamer? Die zijn gewoon gezellige, lekkere mensen. Want Surinaams eten is lekker en gezellig. Dus ze zeggen lekker en gezellig. 2 jaar terug is Patrick ook vegetarisch en veganistisch gaan koken. Hij wil graag laten proeven hoe lekker Surinaams vegetarisch eten kan zijn. Zelfs de traditionele rotti weet hij aan te pakken. Want het kan. De Surinaamse keuken is breed genoeg om veel veganistisch en veel vegetarisch erbij te doen. En het is me gelukt. Vandaag kunnen ze gewoon 3 tot 4 verschillende vegetarische gerechten bij me eten. Dit wat ik nu doe, is eigenlijk Suriname op de kaart zetten. Ik sta hier omdat ik vind dat de wereld moet weten hoe lekker wij Surinamers zijn. Hoe lekker onze keuken is. Dus dat is mijn ding. De afgelopen periode heeft de toerismesector het moeilijk gehad vanwege corona. Maar volgens chef-kok Patrick heeft Suriname voldoende potentie om eruit te komen. We zitten in een crisis, maar we zijn rijk. We zijn heel rijk. We zijn rijk aan onze grondstoffen. We zijn rijk aan onze doen. We zijn rijk aan de manier hoe wij de sport uitoefenen. We zijn rijk aan onze denken. Onze keuken is rijk. Als we dat allemaal op een goede manier gebruiken, denk ik dat we uit de crisis floppen. We springen gewoon eruit. Op de vakantiebeurs komt het slavernijverleden van Suriname ook aan de orde. Bij de stand van plantage Frederiksdorp bijvoorbeeld. Rio Zalman van Access Suriname Travel weet er alles van. Frederiksdorp is een plantageresort. Het is een voormalige 18e eeuwse koffie- en cacaoplantage die werd opgezet door Johan Friedrich Knoffel. En dat was een man uit Pruisen. Ik zeg altijd, Kommeween is het plantagedistrict van Suriname. Er waren meer dan 600 plantages in deze tijd, maar weinig plantages zijn eigenlijk bewaard gebleven. En Frederiksdorp is een van de plantages met nog echt het historische plantagehuis uit 1740. En natuurlijk ook de politiepost die iets later in de periode van de contractarbeid is gekomen. En dat is gewoon bijzonder. En het begon allemaal met het Verhalenmuseum. We hebben in het voormalige plantagehuis het Verhalenmuseum gebouwd. En het Verhalenmuseum vertelt eigenlijk de verhalen van de mensen van de rechteroever van Kamerwijnen. Frederiksdorp is rijk aan geschiedenis, maar biedt daarnaast nog veel meer. Dit gebied heeft eigenlijk een aantal ecosystemen eigenlijk naast elkaar gepropt. Zo hebben we de wetlands, ons zwamgebied, waar we verschillende bootexcursies in doen. We hebben de zeeschilparrenstranden, we hebben mangrovenbos, maar we hebben ook tropisch bos. We hebben de wijde Kamerwijnenrivier die uitvloeit en uitmondt in de Surinamerivier. Wat dat betreft is het een plek die je niet mag overslaan op een trip in Suriname. Rio vindt dat het verhaal van de slavernij niet verteld moet worden vanuit een slachtofferrol, maar vanuit de verhalen van de helden van toen. Zo is onlangs de Bonnie Trail ontwikkeld. Bonnie was een 18e eeuwse verzetstrijder, een Maron verzetstrijder. Zijn moeder was toen ze zwanger was gevlucht van de plantage. Hij heeft hem eigenlijk toen in het bos met de Maron stammen opgevoed. En hij heeft eigenlijk zijn hele leven gewijd aan het bevrijden van slaafgemaakten, verzet leveren tegen het koloniale bewind, de slavernij.
En het was voor ons belangrijk om hem eigenlijk als rode draad te gebruiken om het verhaal van de slavernij te vertellen. Na de excuses voor het slavernijverleden is het nog maar de vraag wat Nederland verder gaat doen om bewustwording op gang te brengen. En of historische locaties zoals Frederiksdorp en Plantage Bakkie daarin een rol zullen spelen. De resort zelf wachtte niet op Rutte. We hebben eigenlijk voor het excuus van Rutte, ik denk dat ook sinds de tentoonstelling, de grote Suriname tentoonstelling, is er een duidelijke groei in interesse, vooral in Suriname en het slavernijverleden. We merken dat er steeds meer projecten worden gedaan, dat is echt ecotourisme gericht op plantagehistorie, slavernijverleden, Marongeschiedenis, Marongcultuur, Marontrots. En dat vinden wij mooie ontwikkelingen. Of Rutte daar per se een grote bijdrage in gaat leveren, dat hoop ik natuurlijk voor het toerisme in Suriname, voor de ontwikkeling van Suriname. Maar dat zullen we zien. De geschiedenis van de plantages en de slavernij is pijnlijk. Maar die moet, hoe pijnlijk ook, altijd verteld blijven worden. Daar is wel geld voor nodig. Het is een beladen geschiedenis, het is een zware geschiedenis. Maar toerisme is eigenlijk de enige manier om erfgoed in Suriname te onderhouden. Dus de plantage kan alleen onderhouden worden door toerisme. Het gebied, ongeveer 45% van de rechteroever werkt of is direct gerelateerd aan de plantage. Dus de plantage zelf doet zoveel terug voor het erfgoed, voor de mensen, voor het gebied. Maar we wilden dat wel nog steeds op een manier doen dat iedereen zich gerespecteerd voelt en iedereen voelt zich in zijn waarde gelaten. Maar we gaan het wel, niks wordt onder de tafel gestapt, dat kan ik wel zeggen. En ik denk dat het een mooie manier is om het verleden van Suriname te verkennen en te leren over de dingen die je misschien nog niet zou weten. En als je het al wist, om ze te zien, te voelen, te ervaren, op een manier die je toch recht toe doet. En die je kennis verrijkt en die je bewustzijn verrijkt. Als je echt het leven in de jungle wil ervaren, dan moet je een bezoek brengen aan Dampati River Lodge. Dat zegt Rio Saalwaan van Access Suriname Travel. Dampati betekent eiland. Dampati betekent dus eiland bij Dan. En dat is het dorp aan het vasteland aan de overkant. Het is echt een verborgen schat midden in het Amazone regenwoud, diep in het binnenland van Suriname. Het is het gebied van de Saramacanes. En dit zijn nazaten van gevluchte slaafgemaakten die 300 jaar geleden dus het gebied in zijn getrokken en daar hun nieuwe bestaan zijn begonnen. En het is bijzonder omdat op Dampati de cultuur zo mooi bewaard is gebleven van de Saramacanen. En ik zeg altijd, er is geen bereik op Dampati, dus ik meld iedereen dat alvast. Dat is het enige wat er niet is en het enige wat er ook nooit mag zijn. Je komt naar Dampati en je stapt eigenlijk weg uit de bewoonde wereld. Je stapt het bos in, je stapt de natuur in. Ik zeg altijd, de eerste dag is even wennen. En vanaf de tweede dag lijkt het alsof je alles vergeten bent wat buiten Dampati bestaat. Dampati in het diepe binnenland is een uitstekende plek om tot rust te komen. Maar ook voor de actieve toerist is er genoeg te doen. Het programma is gevuld. Het is een heel uitgebreid programma. Er is een boswandeling, dorpswandeling, avondvaartdag, culturele dans. Maar ik zeg altijd, het is de plek zelf en de mensen die je zo hartelijk en warm verwelkomen, die mensen bezighouden. Kijk, wij kennen natuurlijk Paramaribo goed, dus daar ga je dan niet zo gauw als toerist nog uitstapjes maken. Maar er zijn genoeg dingen te doen in de buurt van Paramaribo. Maar het binnenland vinden wij zelf persoonlijk het mooist. Als wij gaan wil ik de familieleden die ik daar nog heb, die bezoek ik en vrienden. Maar het liefst wil ik het binnenland in. Ja, we zijn zelf een beetje aan het plannen om wat activiteiten te doen en familie bezoeken. En zelf ook uit te rusten en Suriname te leren kennen op een andere manier dan de standaard dingen die je daar kan doen. Het resort wordt dan wel gerund door vader Cyrano Saalwaan van Access Suriname Travel. Maar volgens zijn zoon Rio zijn de Saramacanes er wel echt de baas. Op Dampati werken we alleen met locals. Dit zijn dus Saramacaanse mensen. Daar hebben we het over het volledige team en ook het managementteam. We gaan nog een stapje verder op Dampati. Dat eigenlijk alles wat we doen, wij zeggen altijd, dit is het gebied van de Saramacanes. Jullie zijn de koningen en koninginnen van dit gebied. We gaan samenwerken, maar dit is jullie gebied en jullie weten het beter. Samen met de omwonende bevolking biedt Dampati toeristen een inkijkje in het dagelijks leven aan de Boven Suriname rivier. Omdat we die samenwerking op die manier hebben gedaan, krijg je op Dampati een unieke ervaring die je moeilijk op andere plekken vindt. Je wordt
thuis bij ze in de dorpen uitgenodigd. Je mag mee naar kostgrondjes. Ze leren je en wijzen je hoe ze jagen en hoe ze vissen en hoe ze hengelen. Hoe ze de was doen, hoe ze afwassen. En dat is zo'n bijzondere interactie met een cultuur die ver lijkt te staan, maar dat ook heel dichtbij voelt op Dampati. Dampati is niet zomaar een toeristisch oord. Het is eerder een zorgproject voor de omgeving, zegt Rio. Een deel van de opbrengst van Dampati gaat rechtstreeks terug naar het dorp Dan. De zorgprojecten die we tot nu toe hebben opgesteld, we hebben een crash opgezet, we hebben een mediatheek opgezet, we hebben een ouderenopvangcentrum opgezet. En tijdens de COVID-periode hebben we een soort geldpotsysteem opgezet voor de mensen die dat nodig hadden. Mensen met gezinnen, oudere mensen. Om toch nog te proberen te ondersteunen zoals we dat jarenlang hebben gedaan. Maar ik zeg altijd, en het belangrijkste is Dampati zijn samenwerking. En als je mensen als volwaardig partner, volwaardig vriend, familielid, als je daar ook echt samen mee werkt, dan krijg je schatten die je anders nooit zou hebben gezien. Het is feestelijk op de vakantiebeurs in Utrecht. Na 2 jaar is het toerisme richting Curaçao weer booming, merkt Muriat de Bruin van het Curaçao Toerismebureau. Het gaat heel goed, niks te klagen. We hebben een mooi jaar achter ons gehad. 2022 was een echt super mooi jaar voor ons. Heel veel toeristen. Onze grootste markt, natuurlijk de Nederlandse markt, heeft echt een record aantal toeristen gekregen. We hebben ontvangen vorig jaar, dus we zijn hartstikke blij met het aantal toeristen die we hebben ontvangen vorig jaar. Uit Nederland alleen al kwamen 273.000 toeristen naar het eiland. Dat is ruim 40.000 meer dan in 2019, nog voor corona. Curaçao is dan ook vertegenwoordigd met 26 stands op de beurs, 5 meer dan voor corona. Ik wil mijn vrouw eens een keertje naar Curaçao meenemen. Waarom? Waarom? Ik ben er geboren, dus ja. Het wordt in ieder geval de zon en daar hebben we de zon. En we zijn ooit al eens een keer op Curaçao geweest. En dat was wel heel mooi eigenlijk. Sint Maarten is er niet dit jaar en ook Bonaire heeft geen stand op de vakantiebeurs. Aruba is al jaren afwezig. In de schaduw van het grote Curaçao-paviljoen staat wel een gezamenlijke stand van Sint Eustatius en Saba. De andere eilanden zijn nog aan het herstellen van de pandemie, denkt Nicole Johnson van het Saba Toerismebureau. I think all of Dutch islands have been in a time of recovery and right now they're just trying to be strategic and in their focus. So that may have impacted why the other islands aren't here at this time. Saba kan rekenen op veel belangstelling van beursbezoekers, hoewel de meeste toeristen nog twijfelen. Nou, we gaan nog even kijken wat het wordt. We weten het nog niet precies, maar we gaan in ieder geval een dag of 10. Waarom Saba? Het is een uitdaging, denk ik. Het is ver weg echt tropisch en het is ja toch een stukje Nederland, geloof ik nog. Een nekslag voor Curaçao is wel dat de KLM minder vliegt op het eiland. En nu het carnavalseizoen in aantocht is, vindt de Bruin van Curaçao dat besluit niet echt slim. Ze hebben aangegeven dat de eerste kwartaal dit jaar de tweede vlucht eruit valt. Normaal hebben we gewoon een dagelijkse vlucht met KLM en hangt er vanaf van het seizoen. En krijgen we een tweede vlucht erbij. Dus ze hebben dat helaas ingekort. Tot en met maart dit jaar. Dus ja, het heeft wel een negatief effect op onze cijfers voor dit jaar. Carnaval is volgende maand. We zijn al helemaal volop in de voorbereidingen. De Festival Itumba is er. Er zijn heel veel activiteiten rondom carnaval. Dus er is heel veel te doen voor de toeristen op Curaçao. Maar ja, helaas krijgen we de tweede vlucht niet. Curaçao is nog steeds in gesprek met KLM voor een tweede vlucht. Gelukkig zijn er ook vluchten van TUI. Vakantiegangers hebben niets te klagen. Willen we toch eens even helemaal rustig gaan bekijken. Ja. Voor even nou ja, het voorjaarszonnetje. Ja. En dan zeker weten dat het ook mooi weer is. De eilanden Sint Maarten, Stasia en Saba willen nog meer samen optrekken. En hopen er zo weer bovenop te komen. We like to promote each other. I think we complement each other well. Also with Sint Maarten. So you get a little taste of everything and island hop on your vacation. Sint Maarten has the beach. Sint Eustatius and Saba, we have the nature and the relaxation. So we really want to get people who want to have that combination vacation and kind of bounce off each other and complement each other. So that's what we're aiming for with this. Ze praten er wel allemaal Engels, hè? No problem, we're doing it. It's no, we speak English, Dutch. We hebben gewoon een leuke Caribische sfeer met een Europese allure.